Hallo mensen van R&A Gaming en Jitaipo. Hallo kijkertjes van Jitaipo, hallo kijkertjes van R&A Gaming. Vandaag doen wij weer een The Wool, Wow, Wool, Wool, Wool. Nee, I was told there would be Wool. Oh, I was told there would be Wool. Eindelijk. En hopelijk vallen wij er niet vanaf van deze trap, want ik vind het op zich best... We zijn erachter gekomen, wat wij moeten doen... Dat is... Oh shit, nee. Wow, too obvious. Wat zijn we aardappels zijn. Wij zaten hier voor, zaten van, oh, waar moeten wij heen? Ja, en als jullie de vorige aflevering niet hebben gezien... Dan moet je even doen. Hij is op het gameportaal en natuurlijk gewoon met YouTube ook upload hij ze wel gewoon allemaal op één kanaal. Hoe zeg je het, guys? Nick, ik heb iets cools. Wat? Wow. I got a fancy hair. Ik vind het echt niet bij je passen. Sorry. Maar hij is fancy, Nick. Nee, sorry. Groen en roze. Wil je hem dan hebben? Hier, dan mag jij de groene hebben. Mag jij deze hebben? Wat heb jij dan? Ja, maar die heb ik al. Care. Dan gaat hij terug de chest in. Ja, oh shit, wat heb je met die... Nick, bij jou staat hij ook zo stom als bij mij. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Oké. Okay. Oh, fuck. Oh. Nice. Spring zo. I like it. Already. Great succes. Ik ben al gevallen. De fuck. Nick, kijk uit. Straks glij je nog uit. Nee, Gijs. Sorry. Ik dacht, ik probeer wat humor in deze video te doen. Ja. Oh, fuck. Oh nee! Ik ook wel, hoor. God dang it, ik ben uitgegleden. wat staat hier? Wat staat hier? Check. If... Dude, je kan cheaten, hè? Wat staat er nou? Gijs, je kan gewoon cheaten. Oh, wat? Hoezo? Oh, nee, wat? Meen je deze? Meen je deze? Ik kan cheaten. Oh, maar... Gijs, kom eens hier. Kijk dit. Nee, mijn toetsenbord loopt vast. Oh, fuck. Dat is niet zo mooi. Ik kan niet... Ik hoef niks te doen en ik ga achteruit. Let op, wacht even. Wat? De checkpoint stond al open. Wat? De checkpoint stond al open. Kijk, dit is de checkpoint. Oh. Yeah, goed bezig, Nick. Ja, maar de checkpoint... Hij stond al... Voorheen stond hij open. Holy shit! Mijn shader glitch. Wat? Mijn shader glitchje. Oh, bij mij niet. Ik ben een specifieke aanval daar. Mooi checkpoint, niet. Goed bezig, map maken. Ja. Goed bezig. Search graphics. Oh, wat hebben wij hier? Oeh. Eén. Oh, volgens mij moeten we hier. Oh, wacht, laat maar. Ik snap hem, we moeten sneeuwballen gaan gooien. Oeh, ice skates. Wil je ice skates? Wacht. Ja, tuurlijk, altijd. Oké, wacht, hier, ik geef je ice skates. Ice skates. Oh, wow, die zien er best wel smoel uit. Wacht, hier, alsjeblieft. Ice skates. Okay. Ik neem wat sneeuwballen mee. Ik weet niet eens of je die mee mag nemen, maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Oh shit, je hebt genoeg hier. Oké. Zullen wij een sneeuwballengevecht houden? Tot de dood! Oh, wow, dit is eigenlijk helemaal niet moeilijk, let op. Ja. Wacht, ik zal het ook even doen. Oh! Nee. Dit is zo moeilijk! Oh wat, hij faalt ook nog. Ja, ik heb hem op de... Echt gewoon, hij mist hem net. Miste die hem bij mij. Maar moet je hem niet op het hout houden? Ja? Oh, wat? Yes, succes. Eén keer zo. Waar moet deze heen? Wat? Ah, fucking hell. No way. Oh, wacht, maar... Hey, Gijs. Wat? We hebben een probleem. Wat? Sneeuwballen stacken bij elkaar, toch? Ja. Oftewel, we hebben... Hij stackt op elkaar. Wacht, ik gooi een arrow. Ja, die werkt wel. Ja, maar dan hoeft toch pas als één zo'n ding door. Oh, de deur is al open. Oké. Puzzel opgelost. Yeah. Oh, nee. Fuck. Laat maar, wacht. Het eerste, wacht, ik heb een arrow. Arrow nee, werkt. Even, ga eens aan de kant, Nick. Ga eens aan de kant, Nick. Wacht even. Oh, fuck. Ik zit vast. Oké. Is zo'n... Wacht. Yes! Als ik is hij open, toch? Deze? Nee, hij is... Die heb ik ook. Nice, Nick. Alles is open. Is alles open? Nice! Great success! We are the puzzle maker. Oh. Yeah. Oh, Nick. Ga die hebben lopen. We are the puzzle makers of Russia. Oh, wacht even. Rules. Ik lees de rules voor. Nick, wacht. Shit, je ziet er fucking evil uit. Ga eens terug. Ga eens terug en kijk eens naar beneden. Ja! Oh mijn god, Gijs! Evil plan! For this challenge, you will need to break / place blocks or items, however you may only use items found in chest. Oké.
Dus... een evil effect niet. Fuck. Wat moeten wij dan doen? Wij moeten... misschien moeten we voetballen. Als ik naar beneden spring? Geen idee. Je kan ook met de ladder, hè? Oh, wat de fuck is die beneden dan? Ja, dat... ik doodga. Oh, hier kan je door water. Oeh. Oh, wacht. Oh, ga jij rechts? Ga ik links? Hey, hier is een bordje. 70 zijn. Ga jij voor het ding hier? Ik ga, oh, ik ga voor de chest. Oh, dat is een lege chest. Fuck dat. Nee, deze. Het staat hier op. Ik zie het niet. Nick, I don't see this sign. Change shade. Wacht even. Even eten. Er staat gewoon niks op de sign. Fuck. Oh. I got scammed. Nou heb ik mijn shade voor niks uitgezet. Nou weer aan. Kijk al. Nee, dan moet ik maar eigenlijk denken aan Mario. Als je in het water bij Mario zit, krijg je ook zo'n vervelend deuntje. Oké, wacht. Oh, ik ben aan het opnemen. Dat is cool, dat is cool. Handig en zo. Oké. Ja. Maar wat moeten we nu doen? Geen idee, Gijs. Hieronder zit helemaal gewoon niks. Gewoon nada noppes. Ik zie geen fuck hier, zeg maar. Hier staan gewoon... misschien moeten we dit breken. Oh, we mogen niks breken, hè? Maak hem eens even kapot. We kunnen hem altijd nog terugplaatsen. Oh. Nee, dat was niet de goede. Wacht, ik plaats hem even terug. Oké, Hebben we dan ergens iets van een... oh, fuck. Ik heb 3 houten blokken. Ik ga gewoon even iets proberen. Sorry. Ik dien me even gaan. Ik ben 3 houten blokken ergens tegengekomen. Blop. Die zaten in mijn inventory. Hé, hey, wacht even, Nick. Blurp. Oh, blurp. Dit moet... blurp. Nick, je bent geen walvis. Misschien ben je een zeehond, maar... ik ben een zeehond, sowieso. Gaat dit werken? Yes! Wat, heb je het? Ja. Ik heb een supermooie brug gemaakt van 3. Krijg je houten blokken dan van hem? Ik ben ergens die houten blokken tegengekomen. Oké. Ik heb hem niet gecheat zomaar. Mensen zitten van, ah. Maar ik denk als ik opnames terugkijk, zie ik van, oh, daar heb ik die gepakt. Au, Nick, au. Sorry. Oh, shit. Het is hier wel echt heel nauw. Oh, wat? We zijn... wacht. Ah, fuck. Hey, joh. Payback. Au. Waar moeten we... wat is... ik vertrouw dit, deze sign niet. Oh, ik heb een Wikipedia Diary 3. Oeh, spannend. Ik ga even mooi op de bank zitten. Okay. Wat heb jij hier waarom ligt er een schilderij op de grond? Sorry, wacht, ik plaats wel even terug. My adventure is not easy, but I talked to a crazy old wizard man. And he told me to get supplies from some banditos! I will do it for Papi! The blood will run like diarrhea from the buffalo, but... wow. Wow, deze man heeft wat serieus problemen. Is dat het? Ja, dat was het. Serieus? Ja, dat was de sign. Dus wij moeten wat dingen stelen van banditos. Banditos. We hebben de kelster gevonden. Nee. Yay! Hoezee voor ons. Hey. Mijn hand is nog steeds doorzichtig. Oh, die van mij, ik zie alleen maar een boek. En ik heb een groot zwaard. Oh shit, daar... fuck, daar is een skeleton. Laat hem killen met snowballen. Ik sla hem. Hacha. Hacha. Bam, 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 bam. God dang it. Zo, hij is dood. Oh, Nick, stop. Sorry. Oh shit, de creeper. Waar? Daar ook. Mucho creeper ook. Side challenge. Yo, hey, creeper. We gaan de side challenge. Boom. Wat? Wat is de side challenge? Een parcours. Oh my god, daar zijn we gewoon zo goed in. Oké, let's do this. Nou, technisch gezien gaat hij op zich best lekker. Je hebt gewoon de hele tijd bij ons toetsen. Dat heb je bij mij. Nee, wat ons. Hey, wacht eens even. Kunnen wij dit cheaten? Ik bedoel, misbruik maken van de situatie natuurlijk. Oh ja, ja, tuurlijk. Oh, fuck. Ben je ook gevallen? Oh! Hey Gijs, hey, hier, neem de creeper. Nee, dank je, Nick. Hij is ergens beneden. Ja, weet ik. Ik zie hem. Such creeper. Such wow. Many explosions. Kut, Nick. Ik heb nou die creeper hier zo staan.
Oké, ik ga ervoor. Oh, fuck! Fucking hell. Hey Nick. Hey Gijs. Zit die creeper nog steeds achter me aan? Waar is hij heen? Nee! Oh, Nick, jij wie speelt troll, joh, dat je bent. Nee, creeper! Don't kill me. Hey, zombie. How are ya? Nick. Oh, wow! Oh, double kill. Yeah. Double kill. Ik doe even instant health ding. Ah, ik dacht met parkour. Tadam. 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 Dum 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 dum. Fuck Nick, jij moet gewoon eraf. Ik ga je gewoon. Oké, Gijs, je kan het. Gijs, waar ben je? Hey Gijs, je kan het. Je kan het proberen. Ik heb geen snowballs meer. Oh, dat is kut voor jou. Dum. Vallen. Yes! Nee! Slash. Get over here, Nick. Nee, please. Wow, such shader, such bugging. Many wow. Au, fucking Gijs, rot op. Please. Fuck you, Nick. Je had de eerste niet eens. Ik had zeg maar zo van, ik zei van, kan ik deze zonder sprint? Nee, dat kan niet. Nope. Fuck you, Nick. Ik zie je gewoon met die snowballs, hè. Fuck you. We zitten dit samen te doen, hè, Nick. Oké, sorry. Fuck you. Oké. Nee, fuck you. Nou ben ik gevallen. Oh, hey. Ja, doe mij, hè. Doe mij. We hebben een potion of swifts. En je denkt dat gaat werken? Ja. Je loopt dan nog sneller. Ja. Fuck. Oké. Het werkt niet. Oké, laten we dit gewoon skippen of cheaten. Nee, wij gaan dit gewoon doen, Nick. Fuck you. Als jij gewoon even meedoet, serieus, en niet met fucking snowballs gaat gooien. Sorry, jeez. Auw. Kut, Nick. Oké, swiftness is niet chill. Nee, zo zat ik dus eigenlijk al van, Nick. Nu zit ik er 1 minuut aan vast. Fuck. Je hebt wel 1 minuut snelheid. Ja. Yeah. Die we misschien nog later. Oh. Die we later moeten gebruiken. Oh, nee, ik heb er nog één, geloof ik. Oh, nee. Fuck. Die heb ik. Kut, sorry. Oh. Oh. Normaal gesproken speel ik altijd dan van die parkour maps als ik verveeld ben. Ja. Yeah. En dan is ze van, oh, gaat goed. En nu is ze van, must focus, must fail. Nee! Oh, wauw, Gijs. Ik faal met mijn twisty jumps. Oké, wacht. En dan deze. En dan deze. Nick. Dan deze. Je gaat zo meteen vallen. Oh, fuck! Nee, ik was er bijna! Ik zei nog zo, Nick, je gaat vallen. Nou! Nick, son, you disappoint me. Fucking hell. Oh, let's go. Op. Nee, Nick. geen zeehonden techniek hier. Ik weet dat jij best wel veel van zeehonden houdt, maar dit hoeft niet. Ja. Nee! Fuck it, ik ga... Wacht. Heb je blokken? Zometeen wel. Oké. Okay. Ik ben helemaal klaar met deze bullshit. Stomme fucking twisty jump die niet wil lukken. Such noob. Such Gijs. Many rage. 8 gravel blokken. Woep. Fuck! Dat is Nick. Je moet gewoon op de hoek mikken. Dan lukt het waarschijnlijk of zoiets. Weet ik veel wat. Ja, helemaal mee eens. Ik denk het ook. Ik denk dat we hier al een hele volledige aflevering voor hebben. Oké, let's do this. We can do this, Gijs. Ja, Nick, let's go. God, waar ben je al? Daar weer al. Hey Nick. Hey Gijs. Zie je eigenlijk al wat ik aan het doen ben? Ja, aan het cheaten. Nee, ik ben gebruik aan het maken van mijn situatie. Oké, nee, dat is het goed. Nee, dan doe ik het ook. Cheaten is stom. Kijk, ik bedoel,
Ze hebben niet voor niets dirt liggen. Gravel bedoel je? Hier ook dirt. Wat? Nee. Oh, wauw. Fucking... Oh, ik weet... Nick, ik weet waarom het niet werkt. Nou? Ik heb geen food meer. Geen wonder dat ik niet kan sprinten. Oh, dat is wel handig, hè. Dat is wel essentieel bij, als je een springpuzzel doet. Hoe is die te halen? Die is gewoon niet te halen. Jawel, nee. Laatst is niet te halen. Gijs, jij bent nooit zo ver gekomen. Jawel. Oké, de laatste heb ik zo gecheat. Maar... Oh ja, trouwens. Ik heb dat ding een beetje misvormd. Ik bedoel, verbeterd. Oh, dit meen je toch fucking niet, hè? Oké, Nick, misschien, hè. Misschien heb je gelijk dat die best wel moeilijk is om te halen. Ja. Dat laatste, hè? Oh! Wow, Gijs, hoe doe je dat, joh? Godkrachten! Hey Gijs, ik heb het ook gehaald. Wat is nou hier het nut van? Serieus? Wist ik hier iets? Oh, hey, laat maar. Ik heb het. Oké. Wat zit erin? GG, well done. Oh. Wat hebben we nou uiteindelijk gekregen? Wat arrows en wat cooked chicken. En... Wow, yay. En ik zie eruit als een ridder in mijn texture pack. Ik heb een chained chestplate. Oké, zullen we hier doorheen springen? Nick, moet je niet een zwaard meenemen? Oh, is er een zwaard? Ja, ik heb mijn loot eerlijk verdeeld. Oh, dat is aardig van je. Hier hoor je helemaal niet. Niet te zitten. Dit is wel mooi, Nick. Ja, dit is een... Gisterhek. Ik weet het, Nick. Wij gaan gewoon in de rivier springen. Ja. Of we gaan gewoon gelijk in dat kasteel. Nee, dat zou echt cheaten zijn, Nick. Sorry. Niet dat wij zijn gaan cheaten in deze map. Nee. Tuurlijk dat niet. Dat zou kinderachtig zijn. Ja. Oh, ik heb de chest gevonden die we volgens mij moeten gaan lezen. Oh, cool. Coolio. Take multiple boats, Yubo. Don't do this until you've talked to Yubo the Bandit. Oh, we moeten eerst met de Bandit gaan praten. Maar was Yubo, was dat niet de kip? Wat? Yubo was de kip. Oh mijn god. Straks is de kip... Eliminatie. Nick. Oh, wacht. Deze deur kunnen niet open? Nee. Hoppa. Hallo. Hoppa. Use the back door. Oh, fine. Nee, niet nog meer. Hey, niet weer een springpuzzel. No jongens. More jumping puzzles. Want jullie zien dit weer in de volgende aflevering. Oh, echt? Ja. Oh ja, oh shit. Oh, je hebt gelijk. We zijn aan het opnemen. Oh shit, we zijn al bijna 18 minuten bezig. Oh. Ik was al helemaal vergeten. Tijd gaat zo snel. Wat? Oh, fuck. Dus jongens, kijk en willen jullie meer van... Fuck. I was told there would be wool, Nick. I was told there would be wool. Doe dan een duimpje omhoog. En abonneer op onze kanalen. GTPO en R&A Gaming. Ja, ik wijs even... Oh. Ja, ik zeg ergens het goed. Daar, kijk, ergens. Boven ergens zit de abonneerknop. Overal, nergens rond dit schermpje. Hè? Ergens rond dit scherm zit vast wel een knop waar abonneren op staat. Ja. En allemaal aan een actie zo, dat je moet abonneren. Moet je even op klikken. Dat is zo gebeurd. En wat? En ook de annotatie voor vorige aflevering. Oh. Oh ja, en annotatie voor vorige aflevering. Niet vergeten, Nick. En dan zeg ik doei. Fucking Nick.